ik zou graag Lee juist willen zeggen, je hebt het goed. Dat is ook nog een stampen met een voet op de grond, dat vind ik ook heel belangrijk, zeker als het om een meisje gaat. Hoe vind jij het zelf, dan is dat een mooie brug naar, hoe vind jij het zelf om als vrouwelijke ondernemer toch ergens erbovenuit te doen stijgen? Hoe ervaar je dat hier in Nederland? Nou, ik heb het gevoel dat vrouwen toch veel meer moeite hebben om die zichtbaarheid te pakken dan mannen. En ik heb voor mezelf best wel een hele erg mannelijke energie als je het hebt over gedrevenheid en over dat vurige. En ik ga erop af en ik... zet mezelf echt neer, weet je wel. Together! Ja, dus dat heb ik ook wel aangeleerd, is dat. Maar ik heb ook wel ervaren dat mijn mannelijke kant ook best wel een aantal jaar de overhand heeft gehad. En dat vrouwelijke, dat is zeker nu ik moeder ben geworden, dat ben ik nu veel meer aan het terug laten komen. En het leunen, dat is voor mij ook het vrouwelijke. Dus de man is de doener, of niet de man, maar de mannelijke energie. Is veel meer de power. En nu ben ik juist wat meer dit aan het doen. Van oké, leunen op mijn eigen man. Toen ik zwanger was bijvoorbeeld al. Ik denk dat veel vrouwen toch degene zijn de kracht om het huishouden te runnen en alles draaiende te houden. Ja. En vervolgens ben je zwanger, dus kan je eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Ik was heel erg moe. En heb ik ook echt uitgesproken naar mijn man. Oké, ik ga nu echt nog veel meer leunen op jou. Want ik ga echt zakken en ik ga niet meer alles bestieren. En dat is heel erg mooi hoe dat onze relatie op een andere manier weer heeft uitgebalanceerd. En dat zit je ook aan het denken over, dus over dat mannelijke en dat vrouwelijke in jezelf. En dat heeft mij, ik voel me in dat opzicht wel meer in balans. Ja. Dat is heel grappig hoe dat werkt. Dat ik me besefte van, ik heb inderdaad al die jaren altijd maar dat gaan. Maar daarmee sla je toch ook over, want soms hoef ik niet altijd maar te pushen of te sturen of te verwachten. Dat ik ook zeg, jongens, wat komen jullie mij brengen? Ja. Dat is wel heel duidelijk. En hoe voel jij je bij vrouwelijke energie? Hoe voelt dat? Hoe voel je daar al in thuis? Normaal in dat mannelijke. Ja, voel me daar in thuis. Ik voel me daar wel in thuis. Het is natuurlijk heel grappig wat het moederschap dan ook doet met je. Dat brengt gewoon heel veel zachtheid met zich mee. Ja. Maar mijn default state is dat mannelijke. Dus dat is zeg maar mijn overlevingsmechanisme. Daar schiet ik veel makkelijker in. Ja. Maar dat zachte vrouwelijke is eigenlijk veel comfortabeler. En waar komt dat vandaan, denk je? Als je dat in een mannelijke schiet? Waarom doe je dat? Omdat ik in het verleden, mijn gevoeligheid, heeft me in het verleden heel erg tegengehouden. Dat ik gewoon echt helemaal dichtplatte. En het heeft dus echt mijn overlevingsmechanisme. Dus het heeft me verder gebracht. Het heeft me heel veel gebracht. Weet je, van ik moet laten horen dat ik er ben. Kan ik me heen lopen. Was ik onzichtbaar. Ook omdat ik voelde van, oké, er zijn nu zoveel ego's in de zaal. Laat ik me maar gewoon lekker klein houden. Dan ben ik vooral heel veilig voor iedereen. Dan vindt iedereen me aardig. Want aardig gevonden worden was heel belangrijk. Ja, toen ik begin 20 was. Maar er zijn een aantal events in mijn leven geweest waarbij ik letterlijk over het hoofd werd gezien. En toen dacht ik, oké, dit gaat niet meer gebeuren. Dus ik moet toch echt even van me gaan laten horen. Dus eerst doe je dat met een soort van enorm schild en muren en maar dat is natuurlijk niet werkbaar, dat is niet vol te houden. Nee. Dus dan ga je op een gegeven moment denken, oké, op welke andere manier kan ik het wel voor elkaar krijgen. Ja. En dan merk ik van, die power en dat vuur wat ik in me heb, dat werkt heel goed. Maar dat is niet wie ik ben, dat is gewoon een soort dingetje wat ik aan kan zetten. Ja. Ik herken dat wel. Ja, hoe dan? Zit je vaker in je vrouwelijke of in je mannelijke energie? Ik geloof heel goed dat ik nu veel meer in mijn vrouwelijke energie zit. Maar ik heb wel heel erg dat mannelijke ook gehad. Ik geloof dat dat in eerste instantie heel erg aanwezig was. En dat ik had ook een bepaald soort met opgroeien bepaalde kaders gekregen van tv-programma's of mijn eigen moeder of mijn vriendinnen. Hoe het zou zijn om een vrouw te zijn. Oh ja. Dus ik ging me daarop afspiegelen. Dus bijvoorbeeld met seks. Ja. Dan had je wel eens films gekeken, dan moest je als vrouw zijn, dan moest je dan bijvoorbeeld zo gaan liggen of dit gelijk maken. Ja. En dan had je goede seks of zo. Maar dat is het enige voorbeeld wat je hebt. Ja, dat is wel waar, ja. En ik denk dat 99% van humanity zo seks heeft. Terwijl, maar hoe heb jij nou zelf seks en hoe voelt het voor jou? Hoe laat je jezelf dan zien? Hoe uitzien je dan? En dat is voor mij een heel leerproces geweest en dat is het nog steeds. Maar wat is dan vrouw zijn voor mij? En hoe
een frontvrouw zijn dan?